In deze video procentuele verandering, en dat werkt het beste als je dat met een voorbeeld doet. Bij subtropisch zwemparadijs De Dolfijn betaalde je vorig jaar €15,95 voor een dagkaart. En dit jaar hebben we te maken met een verandering van de prijs, want je betaalt nu €16,75. Nou, als je wilt berekenen hoeveel procent de prijs is gestegen vergeleken met de oude prijs, dan bedenk je het volgende. Nou, je gaat kijken wat is dan de oude prijs, wat is dan de nieuwe prijs. En dan ga je kijken naar het verschil. En in dit geval hebben we dus te maken met de toename. En de toename is dan 80 cent. En die 80 cent, die ga je dus vergelijken met de oude prijs. En dan heb je de procentuele prijsstijging. En dan moet je het ook nog eventjes keer 100% doen. Hè? Dus de oude prijs is 15,95. De toename is 80 cent. En als je afrondt op 1 decimaal krijg je 5%. Nou, hoeveel is de verandering in procenten? Bedenk dan het volgende. Als je de procentuele verandering wil berekenen, dan doe je nieuw min oud, gedeeld door oud, keer 100%. En het is natuurlijk een handig hulpje. Nieuw min oud, gedeeld door oud, keer 100%. En op de volgende bladzijde neem ik dat eventjes mee. En dus ik heb dat voorbeeldje, maar ik heb dat voorbeeldje nu uitgeschreven in nieuw min oud, gedeeld door oud. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Hè? Dus we hebben hier te maken met een toename van 5%. Maar wat nou als je de volgende situatie hebt? Hè? Dus je hebt een jas van €130, de oude prijs, en die wordt aangeboden voor €98, de nieuwe prijs. En als ik dan nieuw min oud gedeeld door oud doe, en ik doe dat keer 100%, dan krijg ik dus een negatief percentage. En met andere woorden, ik heb hier dus een toename van min 24,6%. Met andere woorden, de afname is 24,6%. Dus heb je een negatieve uitkomst, altijd eventjes opschrijven dat je te maken hebt met een procentuele afname. Nou ja, in dit geval is dat dus 24,6%. Nou, dat gaan we even oefenen. In 2017 waren er 1696 fitnesscentra in Nederland. En 55 van die 1696 waren in Drenthe. In 2008 telde ons land 1463 fitnesscentra. En we kunnen dus ook berekenen hoeveel daarvan in Drenthe waren. Want we hebben hier een percentage. A-vraag. Met hoeveel procent is het aantal fitnesscentra in Nederland toegenomen in de periode 2008-2017? Nou, 2017 is 1696, 2008 is 1463. Nou, 2017 is nieuw en 2008 is oud. Dus we krijgen een nieuw min oud gedeeld door oud keer 100%. Kwestie van invullen op je rekenmachine. En dan hebben we dus een procentuele toename van 15,9%. Het is altijd wel even netjes dat je dat er nog even achter zet. Hoeveel procent van de fitnesscentra was in 2017 in Drenthe? Nou ja, dat staat in de eerste regel. Er waren in 2017 1696 fitnesscentra en 55 daarvan in Drenthe. Dus 55 van de 1696 in Drenthe. En als je daar een percentage van wil maken, doe je dat keer 100%. En dan kom je uit op 3,2%. Nou, dan geef je altijd even een antwoord op de vraag. De C-vraag: is het aantal fitnesscentra in Drenthe toe of afgenomen in de periode 2008-2017? Nou, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik weet wel dat er in 2017 waren er 55. En als ik naar de tweede regel kijk, dan heb je dus 4,4% van de 1463. Dat moet ik eventjes berekenen. Je had ook op kunnen schrijven 0,044 keer 1463. Maar ja, procent, dat betekent van de 100.
Dus heb je het over 4,4%, dan kun je net zo goed 4,4 delen door 100. Nou, dan tik ik in op een rekenmachine en ik rond dat af op 64. Dus we hebben te maken met een afname. We kunnen dat natuurlijk ook procentueel doen. Dus we doen nieuw min oud gedeeld door oud. Oud is 2008, is 64. Nieuw min oud, 55 min 64 keer 100%. Dus we hebben een toename van min 14,1%. Dus we hebben te maken met een procentuele afname van 14,1%. Einde video, tot de volgende keer.